بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بست برودس وزوسس وكم استخدي نجيبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فانا ديسة خزيخنا مسكي فان البروفيس صلى الله عليه وسلم. Kan ik jullie zeggen dat we het bedrag van de tweede broeder ook volledig binnen hebben. Subhanallah, niet eens 24 uur. Volgens mij 15 uur. Binnen 15 uur hebben wij totaal 17.000 euro ingezameld voor de twee overleden broeders, subhanallah. Dit betekent dat de umma gul is. Dit betekent dat er veel goedheid in de umma zit, beste mensen. Dit betekent dat de dua ook van ons verhoord is. Dit betekent dat de dua vannacht ook verhoord is, subhanallah. Want jullie mogen het best weten, ik heb er niet van kunnen slapen. Ik heb niet kunnen slapen, subhanallah. Maar alhamdulillah heeft Allah subhanahu wa ta'ala mijn dua verhoord. Vanuit deze gezegende plaats Medina, waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ligt begraven, subhanallah. Wat kan ik jullie zeggen, beste broeders en zusters? Ik ben de gelukkigste man op aarde. Ik ben trots op de umma-gemeenschap. Ik ben trots op jullie. Allah, jullie hebben het niet voor mij gedaan. Jullie hebben het voor jullie zelf gedaan. Jullie hebben het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala gedaan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala iedereen rijkelijk belonen die heeft gedoneerd of een duha heeft gedaan. Amin ya rabbil alamin. Ik ga het hierbij laten. Ik ga afsluiten. En ik ga weer verder met de Omra groep. Want ik heb ze eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Door dit gevallen, beste mensen. Maar dit gaat ook voor. Dit gaat bij mij voor. Als het om overledene mensen gaat, dan gaat deze mensen voor. Waarom? Nogmaals, wat ik al zei. Het is onze verantwoordelijkheid dat deze broeders begraven worden op islamitisch gedeelte. En niet bij de niet-moslims. Alhamdulillah, nu kunnen ze begraven worden in Almere eeuwige graf. Jullie krijgen morgen, inshallah, de beelden zien. We gaan ze morgen begraven, allebei. Dus ik ga keihard aan het werk, mijn broeders aan het werk zetten, zodat alle papieren rond zijn en dat ze kunnen morgen begraven, inshallah. Jazakumullahu khairan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala het van ons allemaal accepteren. Het laat een zwaar wegen op onze weegschaal, yawm al-qiyama. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allemaal rijkelijk te belonen. Allahumma ameen, mubarak alofikum. En blijf ons steunen, beste broeders en zusters. Blijf ons steunen. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.